Van harte welkom bij deze rally-update waarin we het EB Rally Team uit Tiel volgen. In een bruinkoolmijn onder de rook van Leipzig in Duitsland was gedurende het weekend van 1 en 2 oktober 2016 de Bayer Deutschland met meer dan 100 teams bij de off-road auto's. Het EB Rally Team uit Tiel was daar met als doel te eindigen binnen de top 10 van het EB NK Off-road Racing Series. Met navigator Erik Ras als invaller voor vaste navigator Sijbrand Boy is dat goed gelukt. Een 7e plek overal is het resultaat geworden. Met een groot Nederlands kamp presenteerde het NK Off-road Racing zich tijdens de Bayer Deutschland. De Bayer Deutschland maakt opnieuw deel uit van het Nederlands kampioenschap Off-road Racing en daardoor zijn veel Nederlandse deelnemers afgereisd naar de bruinkoolmijn onder de rook van Leipzig. Vorig jaar was het gebied deels nat, deels droog, maar dit jaar was bijna de hele piste droog. Een lichte regenbui ging het stof tegen en er stond dus een zeer snelle piste om op te racen. Mijn vuurde op als navigator was wel leuk. Best zenuwachtig van tevoren. Ik heb het natuurlijk al 2 jaar gevolgd, van dichtbij. Maar om dan zo in te stappen op de Bayer Deutschland, maar het is wel leuk geweest. Ik heb eigenlijk nergens last van, een beetje van mijn nek, maar daar houdt het mee op. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid, ook met de vaste navigator van Eelco, Sijbrand Boy. Daar heb ik zoveel mogelijk informatie van opgevraagd en geprobeerd zoveel mogelijk van tevoren op te steken. En hier ter plekke alle mensen ook nog wat informatie gevraagd die het allemaal wel willen vertellen. Maar dan nog moet je de weg vast zien te houden, wat niet altijd even makkelijk is voor de eerste keer. Ja, het smaakt inderdaad wel naar meer. Maar wie weet, na vandaag niet meer, want het is misschien wel afzien. Maar dat zien we straks wel. Ja, het is goed verlopen en eigenlijk boven verwachting. Want ik ben hier niet met mijn vaste navigator Sijbrand Boy, maar met Erik Ras. En ja, dat is een hele andere persoon en die zat voor het eerst naast me. Sterker nog, hij zat voor het eerst in een rallyauto in een behoorlijk zware rally. Dus het was voor hem allemaal nieuw. Maar ja, het is toch allemaal goed gegaan. We hebben 0 strafpunten, geen waypoints gemist. Dus ja, we hebben boven verwachting gereden. En we staan nu 11e algemeen. En er waren gisteren toch een 100 auto's gestart, dus we doen goed mee. Het allerbijzonderste wat ik gisteren heb meegemaakt was dat we een heuveltje op moesten rijden de laatste keer, wat al zo uitgeslepen was, wat ik dacht van, mijn god, hoe komen we hierboven? En dat al mijn kop alle kanten op ging en mijn kop niet meer recht kon houden. Dat was het meest bijzondere wat ik heb meegemaakt en we gingen hard naar boven. Ja, dat Erik, navigator, is dus goed bevallen. Zei het wel dat Sijbrand natuurlijk weer plaats gaat nemen naast mij in de toekomst. Maar mocht Sijbrand een keer door zijn drukke werkzaamheden die RIP-events niet kunnen, dan is Erik zeker een goede vervanger. Met mijn bedrijf hier, de B Roadshows, ben ik voor het tweede jaar een vast onderdeel van de EB NK Offroad Series. Het is een stilsbedrijf, hartstikke leuk om
hier onderdeel van uit te maken. Zeker als het je ook nog erg interesseert, het offroad racen. Dus ja, maar om zelf in die auto te zitten is toch heel anders dan langs de kant te zitten en ondersteunend te zijn, hoor. Dat is absoluut een wereld van verschil. Nou, de voorbereidingen voor vandaag zijn in volle gang. De auto is helemaal klaargemaakt. Ik had gisteren wat spanningsproblemen. Dat kan ik zien op het dashboard, in de computer. Nieuwe dynamo gemonteerd. Voor de rest had de auto eigenlijk weinig problemen. Zij het dat het spatbord, wat hier nog mooi erop zit, aan de andere kant er afgereden was. Er stak een boom over. Ja, kan gebeuren. Bomen bewegen. Dat zit weer vast met tie wraps en duct tape. Dat is de goud als je dat hebt. Daar kun je hele auto's mee bouwen. Erik is druk bezig met het roadbook. Die heeft me beloofd dat hij vandaag nog beter zijn best gaat doen als gisteren. Maar wat hij gisteren gedaan heeft, was voor mij al meer dan voldoende. Daar ben ik hartstikke blij mee. En wij gaan vandaag netjes rijden. Zorgen dat we uitrijden. En zorgen dat we bij de snelste auto's bijblijven. Wij zijn niet de allersnelste, maar we moeten er wel bij in de buurt blijven. En dat gaan we vandaag doen. Dan gaan we finishen. En dan hoop ik bij de eerste 10. En zeker voor het NK wil ik 6e, 7e plek gaan halen. Nou, ik zit al ondertussen druk in mijn roadbook te bladeren. Ik probeer de fouten die ik gisteren heb gemaakt of de misinschattingen vandaag te verbeteren. En hopen dat ik Eelco vandaag nog sneller door het parcours heen kan loodsen. Ja, ik heb zeker een tip voor de kijkers. Kom in het weekend van 5 en 6 november naar Borger. Daar hebben we een hele leuke rally, maar niet alleen leuk. Het zal ook spannend worden, het zal show worden. We hebben daar een startpodium, er komen beroemdheden. RTV Drenthe neemt het op, mogelijk ook landelijk opnames, zodat het op tv komt. Er wordt een grote happening, maar ik realiseer me dat we concurrentie hebben van TSC. Die voetballen op 5 november tegen FC Lienden. Als ik niet had moeten rijden, was ik daar zeker gaan kijken. Maar goed, TC zet hem op. En er is die avond ook nog Jesse Thiel. En dat is eigenlijk eerst naar TC, dan naar Jesse Thiel. Dat is een heel goed iets om te doen. Maar ja, goed, wij gaan rijden, wij gaan in de modder spelen. Maar de mensen die tijd en zin hebben, kom alsjeblieft kijken en moedig het EB Rally Team aan. Navigatiefoutje kan niet anders maken, maar dat geeft niks. We hebben daarna een behoorlijke inhaalrace gemaakt en
de boel heel gehouden, hard gereden. En ja, we hebben heel veel auto's langs de kant zien staan, maar wij dus niet. Dus ja, we zijn blij dat we het gehaald hebben. En twee vermoeiende middagen die zitten erop en we hebben 500 kilometer off-road achter de kiezer. Ik ben helemaal vies, dus mensen die nu kijken, dus dat hoort erbij. En dat biertje hoort er ook bij. Bedankt voor het kijken. Dat is wel eens goed. Heel goed, waanzinnig voor waanzinbelevenis, jongens. Gaaf. Graag gedaan. Bedankt. En jullie ook bedankt, mannen, als je je bedenkt dat deze twee mannen met het Tielse EB Rally Team mee hebben gedaan aan een prestigieuze race in Duitsland, waar de top van het off-road racen van Europa bij aanwezig was, dan was dat een puike prestatie. Tot zover deze update. Graag tot de volgende.